En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. We vieren met Pinksteren, hallo! Ja, dan hoor ik eigenlijk wel te weten, maar... Carrière? Nee, sorry. Kijk, ik moet je schuldig blijven, ik weet het niet. Nee. Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk. Wat dan? Ja, dat alle volkeren elkaar konden verstaan. Nee, niet precies meer. Ik ben wel christelijk opgevoed, maar... Ik dacht het feest van de vurige tongen. Dat is de herrijzing van Jezus Christus dus, ja. Ja, hemelvaart is nodig geweest. Ja, het is katholiek allemaal, hè, dus het is, ik geef geen antwoord, ik weet het niet. Uitstorting van de Heilige Geest. Ja, van die vurige tongen die van de Heilige Geest kwamen. En toen konden al die apostelen een keer allerlei talen praten. Het klinkt me wel bekend, ik heb het als kind allemaal meegekregen. Maar ik doe er zelf niets meer mee. Ik ben ook katholiek opgevoed en ik ben ook van de leeftijd dat je nog de communie deed en al dat soort dingen. Dus dat weet ik, ja. Hoe is het mogelijk, hè? Nou, dit weekend wordt er mooi weer verwacht. Veel zon, 20 graden. Wat zijn uw plannen? Lekker motorrijden. Lekker naar buiten. Lekker erop uit. Zondag gewoon naar de kerk en maandag ga ik in wat Malden, de drie provincie tocht lopen als training voor de Vierdaagse. Niet exact, dat moeten we nog ontdekken, dus ik kan even kijken op de website van Wiegen wat er te doen is hier met de Pinkster. Ja, fietsen of gewoon even erop uit, toch? Of niet echt, nee, niet echt. Rustig, lekker in de tuin, we hebben een mooie tuin, dus lekker van de tuin genieten, misschien een eindje fietsen. Fietsen, lekker een eind, lekker zonnetje en genieten. Ja, dat is het belangrijkste. Hè? Vroeger gingen we nog naar de kerk, want ik ben katholiek. Dan gingen we nog zondags naar de kerk, maar dat is nu niet meer. Maar ik ga gewoon leuke dingen doen. Wandelen, fietsen. Nee, eigenlijk nog niet. Ik ben vrij. Ik werk in de zorg, dus ik ben al heel blij met een vrij weekend. Dus ik denk in de tuin. Ja. Nou, wij wonen heel vrij, met een heel groot tuin, dus wij blijven in de tuin een beetje klooien. En dan komen denk ik de kinderen en de kleinkinderen, misschien gaan we barbecuen, maar we gaan de Heilige Geest niet echt vieren hoor, dat niet. Maar we denken er misschien aan, dat weet ik nog niet. Wij hebben een prachtige tuin, dus wij genieten van onze tuin, want alles groeit en bloeit nou. Dus